Hoi vissen, dankjewel dat jullie weer kijken. Bedankt voor jullie likes, jullie reacties en jullie abonnementen. Als je nog geen abonnee bent, klik even op de button. Welkom als je nieuw bent. Het is een algemene reading van vissen. Resoneert het niet met je, gooi het gewoon weg en kijk even verder vissen. Oké, we gaan even kijken naar de vissen op dit moment. Wat is er belangrijk? Universum voor sterrenbeeld vissen. Wat is er belangrijk voor sterrenbeeld vissen? Laatste teken van de dierenriem en wordt geregeerd door Neptunus. De grot van de zee. Sterrenbeeld vissen. Oké, vissen, de eerste kaart is de Four of Swords. Normaal gesproken ben jij iemand die open is in situaties. Ook al ben je het er niet altijd mee eens. Je bent een goede luisteraar. En ja, je probeert eigenlijk een beetje te kijken waar jouw limiet is. En je wil eigenlijk een beetje uit de box. Je ziet hier ook de box, hè? Je wil eigenlijk uit de box, maar je bent heel sceptisch. Jij gelooft niet zomaar wat iedereen zegt tegen jou. Dus je bent vrij sceptisch. Maar je stelt jezelf open voor nieuwe mogelijkheden. En ja, je bent wel heel trouw aan wat je wel en niet gelooft. Er is een nieuw idee, of een nieuwe communicatie misschien. Iets wat jou een beetje uit of die box gaat halen. Een beetje wild voor jou doen misschien. Je ziet hier ook die onstuimige ridder die wild op dat paard zit. En dit is niet typisch iets voor jou, vissen. Ja, je veroordeelt het niet meteen, maar je gaat wel even een kijkje nemen. En het is misschien een studie die je wil doen of iets nieuws, een nieuw onderwerp, een nieuwe studie. Iets wat je nooit eerder gedaan hebt of nooit in geïnteresseerd was van tevoren. En je hebt het idee, ik wil ontdekken en misschien nieuwe mensen leren kennen of nieuwe ideeën die je hebt. Je bent dus een beetje op onderzoek uit voor die nieuwe dingen. En ja, dan hebben we de toren. Dit is de grote verandering. Want ja, je bent een beetje klaar met je eigen grenzen, zal ik maar zeggen. Misschien dat je altijd hetzelfde eten eet al jarenlang. Of altijd dezelfde, met dezelfde mensen optrekt in datzelfde kleine groepje. En dat je echt ja, iets meer speciaals wil hebben. Je bent er ook klaar voor. Je bent klaar voor dit torenmoment. En iets nieuws kan jouw leven helemaal veranderen. Drastisch veranderen misschien wel. En dit is echt outside of the box. Outside of die vastgeroeste patronen, gewoontes die je telkens weer opnieuw doet. En het is heel voorspelbaar allemaal geworden. En je wil iets anders. Je bent nieuwsgierig. Je wil uit die comfortzone. Een soort breakaway is het eigenlijk. En ja, je moet je dus wel openstellen. Openstellen voor die veranderingen en dingen uitproberen. En misschien ben je een beetje bang dat je denkt van ik aarzel een beetje om die dingen te doen. Want het is totaal nieuw. Het is proberen, uitproberen en eigenlijk ook denken wat je nooit dacht eigenlijk. Je denkpatroon moet ook een beetje veranderen. En ja, eigenlijk is het belangrijk om bijvoorbeeld het tegenovergestelde te doen dan wat je altijd gedaan hebt. Bijvoorbeeld zwart-wit, yin-yang. Dat soort dingen eigenlijk. Dus bijvoorbeeld
als je dingen altijd uit de weg ging, of mensen of bepaalde situaties, dan is het belangrijk om dat nu niet te doen. Op een andere manier reageren dan dat je automatisch altijd deed. En niet vanuit een lijst, maar vanuit spontaniteit. Dus een andere reactie geven dan dat je altijd gedaan had. Maar dan wel spontaan. Niet omdat het bedacht is. Dan hebben we hier de Four of Cups vissen. Four of Cups is de hand van God die hier deze Cup of Love aanbiedt. Ik heb ook het idee dat er in jouw leven heel veel zweren vier. Die stabiliteit is er enorm. Stabiel, 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 torenmoment. Stabiel, 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 torenmoment. En er komt nu iets waardoor dat gaat splitsen. De verandering komt die jij nodig hebt, vissen. En het wordt tijd, want je zit te veel in de box, te veel in de structuur, te veel in het familiaire. En het universum wil jou in het tegenovergestelde hebben. Dat je een beetje out of the box, out of the box. En de Three of Swords. Misschien is het wel, vissen, dat dat komt omdat er in jouw jeugd weinig voorspelbaars was. Misschien waren er veel verhuizingen, was er weinig zekerheid, misschien ook weinig geld. En dat je dus eigenlijk, er was helemaal geen voorspelbaarheid misschien in jouw leven. En dat je daarom zo dacht van, wij weten dus hoe het is van het niet hebben van zekerheid en comfort. En dat je daar nu dus heel veel waarde aan hecht. En de aas van staven. Dit is echt de aas van spontaniteit. Van ga weg van de lijstjes. Maar je moet wel weten wanneer het echt is. Dus bijvoorbeeld, jij denkt misschien, oh nu ga ik iets heel anders doen, buiten mijn comfortzone, maar dan blijft het toch nog binnen die box. Dus je moet heel goed kijken dat het ook echt spontaan is. En in die spontaniteit ook een andere draai aan de dingen geeft. Dus niet automatisch reageren zoals je altijd gedaan hebt. Het is automatisch, stop. Stop van dat automatisme. En dan jezelf een andere kant op manoeuvreren eigenlijk. Dus dat is niet makkelijk. Dat is niet makkelijk. Want je bent gewend aan die box en nu moet je spontaan. Dus als je dus een reactie geeft en het is automatisch, dan stop, ik moet het anders doen. Dus niet dat automatisme waar je aan gewend bent, want dan ga je weer de fout in. Ja, en wat ik ook zie, de vijf van pentakels. Je vindt het misschien heel eng om dit te doen. Dat je het heel eng vindt dat je dit moet gaan doen. Dan heb ik ook nog de 9 van zwaarden. En dit betekent dat je het heel eng vindt en midden in de nacht misschien ontwaakt. Je ziet hier iemand aan de rand van het bed zitten. Iemand ontwaakt eigenlijk uit een nachtmerrie. Maar dat is eigenlijk wel goed. Want dit betekent, ondanks dat het geen goede kaart is, betekent het wel, ik was in een diepe slaap, maar ik ben nu ontwaakt. Het is eigenlijk een goede shock. Een goede shock. En de zekerheid waar je in zat, de comfortzone, je was eigenlijk in de slaap. Je was in slaap gesukkeld. Terwijl de goede shock is, oh my god, het is een nachtmerrie. Ik wil het anders doen. Ik wil eruit. En dat
Lijkt een beetje eng, maar het is wel de juiste shock voor jou, vissen. Dus ik hoop dat je een beetje snapt wat ik bedoel. Het is niet om jouw angst op de stuipen, of hoe zeg je het, de stuipen op het lijf te jagen. Het is jou om out of the box te krijgen, want daar heb je behoefte aan. Je hebt behoefte aan een andere draai. Je hebt behoefte aan avontuur. Je hebt behoefte aan iets anders. En door die shock, die tower, het ontwaken eigenlijk vanuit die diepe, diepe slaap, voelt het misschien een begin van, oh, wat gebeurt er nu, wat gebeurt er nu? Maar het zal je uiteindelijk je bevrijding worden. Dus vissen, dat heb ik voor jullie. Bedankt en tot de volgende keer. Doei doei!